What's up YouTubers, Drengenfire hier met verslag van de tweede dag van het Dutch Gamers Toernooi. Nu vandaag, het verslag gaat niet lang zijn, want ten eerste Bas 2, die gisteren om 1 uur normaal gezien hun eerste wedstrijd hadden, hebben een forfeit gekregen tegen Sa. Die mannen waren niet komen opdagen, dus ja, is het sowieso de win voor ons. Dan ons eerste team, die moesten gisteren ook maar één wedstrijd spelen, dat om 6 uur, tegen Huff. Dat was een redelijke spannende wedstrijd. Hardpoint Jemen is ons A-team maar net gewonnen met 250-148. En op SND zijn ze gewonnen op Cargo met 6-3. Nu, van die wedstrijden was de gameplay niet gerecord. Daarom dat ik eigenlijk geen gameplay van die wedstrijd kan laten zien hier vandaag. Maar daarom ga ik vandaag het eigenlijk over iets anders hebben. Er waren mensen die gevraagd hadden om de gameplay tegen XEMF Hardpoint Hijacked up te loaden. En ik ga daar eigenlijk een beetje commentary bij geven wat er juist misliep met de anker, dus met mezelf. Wat ik juist deed en wat ik eigenlijk fout deed. Dus daar kunnen misschien anderen ook nog bepaalde dingen van onthouden voor hun eigen spel. We zien hier, dus op Hijacked, we zitten nu momenteel aan de tweede hardpoint. Ik zit hier helemaal van achter Jim. En ik probeer gewoon ervoor te zorgen dus dat mijn teammates naast me spawnen. Zoals je net zag, spawnde hier iemand naast mij. Ik denk dat het Wakko was. En hij spawnt daar terug opnieuw, ook al was hij net dood gegaan. Dus dat is eigenlijk de bedoeling als anker, dat die teammates zo kort mogelijk op de hardpoint blijven spawnen. Nu denk ik, normaal gezien is er al van ons iemand geroteerd naar de volgende hardpoint. Dus dat is die onder de boot eigenlijk, in de boot. En dat ga ik nu ook doen, dat er maar één iemand in blijft van ons. Nu, voor die laatste, ja, voor die onderste hardpoint, kun je eigenlijk moeilijk anker spelen. Daar kun je niet goed of niet echt slecht spawnen. Nu ook met de vergroting van die hardpoint, dat die helemaal beneden is, is het echt moeilijk. Moet je die gewoon proberen te contesten als je er niet van in begin in zat. Zoals je ziet hier, probeer ik gewoon te wachten tot er een enemy komt, zodat wij gewoon kunnen blijven contesten. Nu, wat ga ik hier doen? De volgende hardpoint is in kitchen. Dus ga ik al proberen ervoor te zorgen dat mijn teammates aan de kant van kitchen spawnen. Voilà, ik ga helemaal naar van achter tot in de punt van de boot. Om ervoor te zorgen dat mijn teammates hier blijven. Nu, wat doe ik hier juist mis? Ik heb hier heel slecht overzicht. Ik kijk eigenlijk alleen maar naar de linkerkant. Dat was eigenlijk niet zo slim. Ik kijk af en toe eens naar rechts. Maar zie, voilà, daar is dus iemand in mijn rug gekomen. Dat was dus een grote fout van mij. En zoals jullie nu zien, spawn ik volledig aan de andere kant. Wat ervoor zorgt dat mijn teammates, als zij ook sterven, ook achter mij gaan spawnen, zoals je kan zien. Dus als zij nu sterven op de hardpoint, spawnen zij helemaal totaal off. En het andere team, die spawnen mooi hier, in de punt van de boot. En ja, dat is eigenlijk niet zo goed gedaan van mij. Zie je? Ik spawn elke keer helemaal terug van achter. We moeten helemaal die run doen naar die hardpoint. Zo kun je kostbare punten natuurlijk verliezen. Dus hier ga ik nog enkele keren proberen die hardpoint terug te doorbreken door die spawn voor ons te halen. Hier uiteindelijk denk ik dat het nog net gaat lukken. We gaan nog even een paar punten kunnen pakken. Maar ja, dat is veel te veel tijd verloren en voilà, je ziet terug, direct spawnen die enemies terug in onze rug en ik spawn weer helemaal off. Nu ga ik proberen, omdat de hardpoint hier in het midden is, de controle over hut te houden. Ik vraag dan ook aan een van mijn friends van Belgium Allstars dan, die momenteel aan het meedoen waren, om dan eigenlijk de linkerkant, die doorgang naar helemaal van achter, ook dicht te houden. Dat om ervoor te zorgen dat er dus niemand hier achter ons kan komen. Natuurlijk, zoals je hier kan zien, is waarschijnlijk iemand ondergronds tot helemaal van achter gegaan. En zijn de spawns weer geflipt. En spawnen wij de hele tijd in kitchen. Dus nu is mijn job om ervoor te zorgen dat wij terug helemaal van achter spawnen. Door zelf helemaal tot achter Jim te lopen. Dat ga ik hier ook proberen te doen zo meteen. Gaan nu normaal moeten gebeuren door hut. Aangezien ik zie dat ze aan de andere kant spawnen van
de hardpoint. Maar eigenlijk is dit al veel te laat, al zei ik het zelf. Het is nog 10 seconden en we hebben eigenlijk nog altijd geen spawns. En ik ga nog eens dood. En dan spawnen terug off. Dus eigenlijk weer redelijk veel van mezelf. Gelukkig kunnen mijn teammates de hardpoint breken en moet ik hier eigenlijk de kill alleen maar oppakken. En oh, spawnen we terug off. Omdat ik teamkilled werd door Capone. Ja, kan hij ook weinig aan doen. Hij wou die anker neerhalen voor die mannen. Dus zo zijn we nu toch al enkele kostbare punten verloren. Omdat ik gewoon de anker niet gehouden heb. Dus nu zijn enemies allemaal dood. En nu ja, nu is de anker van ons. Kan ik op mijn gemak hier blijven wachten. Maar ik heb het dus eigenlijk zelf niet verdiend, die anker hier. Het is gewoon door de killstreaks van mijn teammates dat die ja, van ons is geworden. Dus nu is het nog weer 14 seconden. Tijd om te rotaten. Ik blijf even wachten in de hardpoint. Terwijl dan mijn teammates al ja, helemaal beneden zitten in de boot. Voilà. En dan was het weer contesten geblazen. Omdat ik eigenlijk niet op tijd geroteerd was naar beneden. En dan is het weer contesten. Nu dus. Wat is er eigenlijk belangrijk hier? In Hijacked, als je hardpoint speelt en je bent eigenlijk anker voor je team. Dat is ervoor zorgen dat je tijdens de eerste hardpoint die in het midden, via de zijkant van de boot of via hut, helemaal doorpusht naar de achterkant van gym. Zodat je team daar kan spawnen bij de tweede hardpoint. Daarna, wanneer het ongeveer nog een twintigtal seconden is, dat je al zeker naar beneden roteert, want ene keer je beneden eigenlijk vast zit, ja, is het enkel contesten geblazen. En dan, nadat de hardpoint beneden is, gaat hij naar kitchen, gaan zitten waar ik hier nu zit eigenlijk. En zorgen dat je voldoende overzicht houdt, zowel links als rechts. Je gaat nu zien dat mijn team heel de tijd hier bij mij gaat spawnen, gewoon omdat ik in de punt van de boot zit. Zolang ik niet gepusht word. Dus daar werd ik gepusht. Voilà. En hier spawnde van mijn team iemand bij mij. En nog iemand. Dus ja, zie. Dan zijn ze heel snel in de hardpoint. Voor ofwel te contesten. Ofwel te ja, punten te rapen voor je team. Hè. Zie ik Capone spawnen hier vlak voor mijn neus. En dan dus zo meteen als deze hardpoint gedaan is. Of nog een kleine 10 seconden. Ik werd hier gepusht naar 7. Ik ga dood. En dan spawn ik natuurlijk off. Want ik ben de anker. Is Savage eigenlijk via hut naar de volgende hardpoint, hè, terug door te pushen naar gym. En dat zijn zo wat de belangrijkste dingen dat je eigenlijk moet doen als anker op Hijacked. Nu, iets dat ik misschien nog fout gedaan heb, wat ik zelf niet echt fout vond, maar wat ik als opmerking had gekregen van sommigen, is dat ik hier anker met mijn Scorpion. Nu, ik speel enorm graag met mijn Scorpion. Dat is mijn favoriete submachine gun. En ja, ik dacht van waarom niet ankeren met die Scorpion? Het is maar een kleine map. Nu, ik verlies zoals daarnet bij de vorige hardpoint eigenlijk de fight op long range met die Scorpion, wat ook normaal is. En ja, zo verlies ik ook een paar keer de anker. Had ik daar een AN-94 gehad, of zelfs misschien gewoon een MSMC, had ik die longshot gehaald en had ik de anker kunnen behouden. Nu, hier doe ik het dus weer fout. Het is nog 15 seconden en ik zit nog altijd niet op mijn anker. En ja, daar zit EMF eigenlijk gewoon punten te rapen. En daar gaat Nate, merkt het van, ja, Dragon zit niet op zijn anker. Ja, dan ga ik maar even achteruit. Maar ja, Nate zou eigenlijk op de hardpoint moeten zitten en niet van achter op de anker. Dus ja. En dan wordt het uiteindelijk nog gewoon nipt omdat, ja, omdat ik niet de anker heb gehouden voor mijn team. Maar zoals je kan zien, momenteel spawnen hier wel mijn teammates allemaal bij mij. En zijn ze echt direct op de hardpoint hier in gym. Dus dat is eigenlijk geen enkel probleem. En ook daardoor, gewoon omdat ik hier nog even die anker kan houden. Ja, verliezen we niet. Want mochten we nu allemaal daarnet aan de andere kant gespawnd zijn. Hadden zij nog op 40 seconden tijd kunnen winnen. En dat was wel niet echt goed geweest. Nu, dat was het zo van vandaag. Morgen verslag van dag 3.
ja, vergeet niet te liken en een comment achter te laten. En ciao. Let me see you put 'em up. Reach the sky, touch the stars up above, 'cause it's one time for the underdog.